Ik heb geprobeerd en die heren zijn eindelijk zover om een reactie te geven. In het kader van wie er hoort zitten ze hier. Laten we ons beginnen met meneer Njumo, want he is the star of the match. Meneer Njumo, goedemiddag. Goedemiddag, Lim. Vego. Rustig. Je hebt wat tijd nodig gehad nog voor ze reageren? Nee, niet direct. Bakadu analyseren sani a persbericht kon. Usha reactie voor meneer Nain. Ook in overleg. En op advies voor de juristen. De man adviseren voor de kwam per stilte. En is de bagana ook bij elkaar. En ook unaniem tot dat besluit dat hij. We kon en we reageren op een correct fasie. Ja, je bent niet alleen gekomen, meneer Njum. Ik hoorde meneer Kensmil is weer. Ik dacht nou een blagakel. Maar nu blijkt dat het geen Kensmil is, maar Kenswil. En dat is een witte man. Ja, maar wie heb je naf voor de karing, mijn naf para. Dus Alassane, mijn broer, mijn naam is een bromtje jarig. Ja. Je hebt altijd met mijn bromtje jarig. Nee, je was sneezy. Je hebt omdat een roots toch. Ja, sneezy Japanese mag ik zien. Ja, Japanese, tjus van de karing en boer op Alassane. Ja, daarom met mijn bromtje jarig. Ja, maar en Jom, vijf betwa Anusanji Nyang. In de politiek is dat niet goed. No. Minashasan so taki na wa anu sang gimyang. Ja, hij zegt, hij heeft je opgevangen, hij heeft je grootgebracht. In die partij heb je alle vertrouwen gegeven en de ruimte om te groeien. Maar uiteindelijk, iedereen bidda man. Nee, negatief. Integendeel. En if mi kisa ruimte, en mi denk mi aba ruimte, want daarom mi ja. Fu gi iwan nutshell, iwan pchin, iwan shat, iwan korte samenvatting, taki. Ergens in november vorig jaar, die op aandringen en omelisie die meneer Nain benadert me, dan me overwegen sani en baka die me overwegen sani, me takanga me gezin, nanga den trouwang, dan me teka stap me tak van isapsang, me wakawa pisik ba in a politiek, me bestop. Want mi ano ftide ook tu mi te ka stap en mi tak mogo ondersteun wap chin partei. Ma dim kong a eerste vergadering sa de ma hori da eigenlijk as moment mi bogwe baka want mi tak no asan di sigers wap chin isap bakati play wang wet straight wang football wet straight bakana onder ling mati. Dat de meis dong, en chillen. Dus, dat bij de vergadering. Laat me toch bij voorbaat zeggen, dat die mene konjaf bespreek personen, maar me kon die a juiste weergave. Omdat, sani taki, tap mi adres, tap mi ning. En, de PDO stelde niks voor. PDO no ba bestuur, PDO no ba ab noti. Die u begin kon ons dong na nga makandra, dan mi kon leer sa puan tu buman ina setting dati, sa mi tak yong, de ma ap uk tu wang bundenki. En so u bondru ka wang, en in verschillende meeting utaki van isap sang, mi de bereid fu lever mi bijdrage, onder één voorwaarde. En a voorwaarde na taki, hervormingen, vernieuwingen, moest kon ina partij. Want, mijn wang gaat toen ze voeren in dit detail. Maar dat was november toen je intrede deed. Toen we intrede, ja, maar intrede, die kon je naar partij. Ja, de vraag is, want meestal denkt men zo in de politiek, je stapt er pas, je stapt pas de boot binnen. Kan je er iets eisen stellen en voorwaarden? In dit geval wel, omdat ik niet, mijn wang gaat voornemen voor bij ondersteunen van partij, pemishitaki. Inabu aan secretariat, inabu aan bestuur, inosap sumanasang. Dus asana, eigenlijk was het piki pleisan asan bede. Wan piki pleisani. En die mistelaf a is dat die, a voorwaarde dat die,
Ik ben aan meerderheid. En ook toen meneer na ingo akkoord. En aan moment dat u roko go na een jaardag voor apartheid, 2 december. En in een interview naar Cultuur TV. Aan ko uit, eerst in een toespraak en bagadati. In een interview dat ik luister jongens, het is tijd voor overdragen, vernieuwingen, hervormingen. Hij lijkt mij inderdaad ook iemand die wil overdragen hoor. Hij heeft wel me dat gevoel gegeven van, mino, tas don't pas toeru till the end of time. Dan moet hij echt op zoek gaan naar een opvolger. Als hij dat werkelijk wil doen. Is dat blijkbaar in jou de opvolger? Blijkbaar heeft hij zich vergist, omdat ik altijd heb... altijd me kenbaar dat ik mijn ambitie dat hij voor de partij abra. Dus if na overname spook en achtervolging, dan is dat voor zijn rekening. Intussen is hij een andere mening toegedaan, hoor, want achteraf zegt hij, je bent een keuken in de politiek. Ja, een keuken met principe. Een keuken met karakter. En dat kan een haan van 50 of 50 zoveel jaar in de politiek niet zeggen. Dus als keuken kan ik terugkakelen en zeggen dat ik een keuken ben met karakter. Een keuken met principe. Dus toen ik dat heb gevraagd, mijn actie de man toch? En de man go akkoord. Nou, hoe zit dat proces in? En dat moet niet gaan lijken dat ik nou een one-man show, een solo actie. Nee. Wat heel commissie is in het leven geroepen. En dan begin herings gehouden vanaf Nikeri komit komen wijnen. Saramaka, met alle vertegenwoordigers, alle massa bij de, u kaarde man kong, u sukusma, u go huis aan huis, u sukusma, u hoorvergadering naar Nikeri, karkong. Apartij, lem, a eerste vraag sami actie de man, om een lieden apartij, abi. No man, we sabi. Dan moet ik nou een politieke partij. Maar dan intussen tijd, je moet je nagaan, de onderhandelingen naar een gewezen voorzitter, deze Bouterse, de gaande. Maar je gaat in besprekingen, je maakt toebesprekingen mee naar Leonsberg en de rest in Osseer. Maar Jusref Neuro kon naar interne organisatie. Dus die ook is een goedkeuring, want de commissie kon. En een commissie dat hij, potroko. Onder mijn leiding hebben wij toen ergens in, dan moet piep even heren, want de datum laai, ergens in 28 januari, dus november, december, jaardag van de partij, 28 januari, toen we er kennis wil langer een herkadergroep in kon in beeldba. A partij is groot, u hoort verkiezing. Na centrum, ja. U hoort verkiezing, want verkiezingscommissie, onder leiding van meester Chandra Siu, want verificatiecommissie, alles aan u doet conform de spelregels. Een bestuur is gekozen. In februari. Toen hebben wij gezegd, luister jongens, we gaan dit moeten presenteren aan de gemeenschap. En dat hebben wij toen gedaan. Op 18 februari 2024 hebben wij in het Lalaroek, in Ballroom Lalaroek, hebben wij onze launch gehad. Succesvol. Complimenten. Wat een groei maakte de partij mee. Tot daar. Intussen. De man bij fluister mikba. Mede bestuursleden. Dat ik akele vrede jou. Akele vrede jou. En ik heb zelf die vraag gesteld thuis bij hem. En mijn tegaman, mijn tak voorzitter, mis Donja, u hoeft geen vrees te hebben. Mino want ik partij abra. Ik wil mijn bijdrage leveren. Ik kan niet in een organisatie zitten per structuur no de. Dus, maar in de politiek moet je soms voorzichtig zijn met spleet zwemmen toch. De man zijn kon tijgjaas aan dat niet. De man had nog bij op de IG agenda. Blijkbaar wel. Want if
if je luku asa no, just silent, want details sami want delen na nga gemeenschap ook to, tak tulisi, tijdens u de bezig, tulisi de maset wan koop, tegen voorzitter na en. Tulisi, en at tweede lisi. In welke vorm? De bon set ama af. En je hebt daar niet aan meegewerkt? Ik heb de tweede keer meegewerkt aan het vereindelen van die koop. En ik heb voor die verzoening gezorgd. Wat zouden ze komen met een motie tegen hem? Ze zouden met een motie komen tegen hem. Ze zouden met een motie komen. Op grond waarvan? Waarschijnlijk hadden ze eigen redenen. En wie is, dat die, groep? En wie is die groep? Het zijn de mensen die rondom hem zitten nu. Het zijn de mensen die rondom hem zitten. Handtekenen zijn verzameld. We hebben dat ding verijdeld. Ik heb de mensen toen bij elkaar geroepen. Maar als de mensen hem toen wilden afzetten, dan zat hij mij de noodnaam aan zien, dat begrijp ik niet. Dus, ik begrijp dat niet. Soms kan de ouderdom en plein een rol toe RLM. Bij wie? Bij de voorzitter. Ouderdom en koppigheid. Nou, maar meneer, maar in leek mij helder van geest. Of laat me het anders verwoorden. Ik trek mijn woorden terug, maar laat me het anders verwoorden. Oude politiek, het denkwijze van oude politiek, van ik, en de rest heeft niks te zeggen, heeft waarschijnlijk, houdt hem nog vast in zijn manier van denken en doen. Want we hebben het meegemaakt. We hebben het meegemaakt. En waar is eigenlijk, eigenlijk dat heel ding begonnen? Bij Azambiging. Ik zal niet praten over de periode dat meneer Naen ziek is geworden. Alle respect. Alle respect voor die periode. Laat me ook duidelijk maken dat voor de persoon Waldi Naen, ik bijzonder veel respect heb. Als persoon. Maar als voorzitter, daar heb ik zoveel vraagtekens. En dat me kon merk op die me kon in de organisatie. Wat nu? Na zijn ontslag uit het ziekenhuis, heeft hij de voorzitter van de CPR, Tjarek Nurs. Waar staat CPR voor? Centrale Politiekenraad. Mm-hmm. Dus hij heeft structuur dat hij, een bedenker van structuur dat hij kreeg. Na mij. Hij heeft organogram, hij heeft van een zittenpartij, alle de structuur, a invulling, a verkiezing, a launch, alles aan niet. Toen was ik geen keuken. Nee, toen was ik geen keuken. We werden geroepen, meneer Kensuur was erbij, en van het een op het ander moment, terwijl we bezig waren onze verkiezingskalender, en daarvoor was er ook al een commissie benoemd, onze verkiezingskalender in elkaar te zetten, tot december, want toen dat verkiezingskalender kon voor zeg maar BISA, dan moeten we daarop kunnen inspelen, maar we beginnen ze toe rokken. Terwijl de onderhandelingen die gaande. Daarop kom ik straks terug. Intussen met Abrahams. Intussen met Abrahams. Met meneer Abrahams, de onderhandelingen even in de plaats. En tijdens de ziekte van meneer Naen was ik de delegatieleider. Mij beleid de onderhandelingen. Naar NDP, naar Nieuw Suriname, HVB, NSK. Ik heb zeker 3 besprekingen onder mijn leiding en daarna voorzitter. Maar als jij leiding gaf bij afwezigheid van Naen, dan kan ik me niet voorstellen dat jullie toch. Dat begrijp ik het, want jullie willen wel met NDP samenwerken. Er is een convenant. Mm-hmm. En laat me dit toch even verduidelijken. Mijn Arka interview voor mevrouw Jenny Simons. Mijn Arka interview voor meneer Oostburg. Mijn Arka interview hier voor meneer Naen. Hier, bij u. Ja, in Astinalem. En de indruk wordt gewekt. En mijn plei wordt voerder Ginoan partij of Ginoan sma. Maar de realiteit, waarheid moest takkie toch. Vanaf de eerste pagina, eerste letter voor een convenant. Mevrouw Jenny Simons, meneer Adin, naar de partijen zijn tegen een convenant bij erbij. We hebben gewerkt,
woord voor woord, letter voor letter, een hele constructie voor een convenant. En hier is ook beweerd, als er een bruggenbouwer is geweest, als meneer Joye de bruggenbouwer was tussen de partijen, koppel terug toch. Koppel terug. Maar dat is een ander chapter. Dus de voorzitter heeft ons toen gezegd, gewoon in ons gezicht, van het een op het ander moment, jongens, alle activiteiten parkeren, ik neem over. Dus alle heer, als je werk zou doen, bestuurverkiezing, activiteitenkalender, lounge, alles aan dat, we moesten alles parkeren. En maar heeft die voorzitter die ruimte voor ons, jullie statuten? Nee. En we hebben hem erop gewezen. We hebben hem erop gewezen. Met name, ik denk dat meneer Kensuil daarop beter zou kunnen reageren hoor. Over hoe de zaken toen zijn gelopen. We hebben ook brieven geschreven, Lim. We hebben ook brieven geschreven. Die brieven zijn nooit beantwoord. En op den duur worden we uitgenodigd op de voorzitter zijn jaardag. En niemand van het bestuur weet wat. We komen daar, we feliciteren Westdong. Amatak luku tide, mo installeer. Alle ding, coördinator of den district. Dat is op de man. Dat is een bestuur. Dus, bijna me want dat een oude stijl, toch? Een oude politiek als stijl. En aan het idee dat die, me protesteer. Want me no kans doen wat feest, me no sap de man, je installeer, dat je karmi kon, voor kon feliciteer de man, dat want dat die, in nak me wat een twee, voor erken, dat die de akkoord. Ik ben hier gegaan. Ik zat daar, maar mino go. Vanaf dat moment is toen gezegd over, hé jongen, een stap terug doen. Mitak, meneer Kensuil, waar bubakan nataki, waar coördinatieteam. Een voorstel, dus aan meneer na in, kon tegen mitak, aman nak mi, aman put mi buitenspel. Want aan uitspraak aman doet toch, mi put aman buitenspel. Nee, is niet waar. Doe takie naar coördinatieteam. Dan weet ik, jongens, weet je wat? Inderdaad, jullie hebben gelijk. Ik doe een stap terug om de rust terug te brengen. Maar dat ding is juist gaan verergeren. Maar ik denk dat meneer Kensuil dan die aanvulling zou kunnen plegen. En kan ik misschien straks terugkomen. Ik kan over een convenant naar Fator Waka, precies. Oké, okay, luisteraars, goedemiddag. Kijkers, Limbo ook goedemiddag. Inderdaad, migo laat in aparte, migo pas februari in aparte. En voorzitter, bel me aan te lezen op je, ik wil met je praten. Migo, voor februari, migo tak aan voorzitter, omdat ik in ook in aparte. En mino mama, sinds 2005, mi dat senam, mi bij dat Holland en Libi, dan, altijd mi na zeilen, en luk van politiek zijn ego. Wallo, mi af heel veel politieke vrienden, ik heb een je puno, ik heb no no no. Na in takanga mi, ik heb een denkatori. En ze zijn aan doorslag. Die is een man die in een partij. Maar ik vertel met een structuur de na in tijd, er komt vernieuwing. Dan, allemaal werken met belangstelling. Want altijd ben ik wang, want je partij is om een bijdrage te leveren. Dus, dan, ik kon ze dem af me. Want ik ben de directeur voor RKBO, dus ik heb een mooi redelijk netwerk. Dan kon ik de man meteen, maar ik dacht, nou, wow, om te ondersteunen. Dat is zo, ik kom vanaf februari aan lunch bij de toe. Ik heb het meegemaakt. Dan, ik kon ondersteunen, man. Zo, ik kon dat gaan voorzitter toe. Maar ik wil even iets zeggen. Met mij kwam want twee is aan niet. Voorzitter als persoon en de voorzitter als de voorzitter van de PDO. Als persoon, met een man. En altijd aan mijn tijd met mijn kennis. Ik kan mijn groep kennis wil, want met jouw man kon. Maar ik dacht, hé, een bijdrage voor boem. Want ik kon zitten, want toen zei ik van huis, ik ben ook jurist. Dus ik kon hier ook zitten en zo. Want aan deva, voor de kar, een bestuur, een nieuw bestuur. Een man met tot voorzitter, samen met een andere jurist. Dat zou ook kon. Klopt. Ook een citatorie.
Het is met volle enthousiasme. Ik ga naar een partij. Ik zoek een sma. Ik zoek een kaderschrijfje. Maar dan inderdaad, op een gegeven moment, nou, je leert de voorzitter beter kennen. Ik dacht, jong, wat is dat niet klopt? En, want in een partij heb je ook heel veel hardwerkende mensen. Hè? Hele lieve, aardige mensen. Ik was lang met in een partij. Ik voelde me thuis, contact en zo. Maar dan gaande het proces, dan met dat gaan we voorzien, met dat voor je. Noto, je belooft vernieuwing. Maar mijn neus is vernieuwing. Maar ik breng het dat jong. Laat me hem de kans geven, de tijd. Maar op een gegeven moment zeg ik, als dat niet go. Maar over welke vernieuwing praten jullie? Leiderschap? Een stap terug doen? Nee, kijk, heb ik tegen me luisteren naar mijn gwe. Omdat ik iemand apart heb, ik no, mijn belangstelling. Ik kan ondersteunen. Want dat mijn actie allemaal tactica partij. Maar dat is niet zo. Maar goed. Dan meteen wat ik nog heb geen belangstelling. Met dat ik kan ondersteunen. Maar op een gegeven moment ben je dat jong. Het bestuur, amang, ik doe bepaalde handeling. Amang, ik betrek aan bestuur. Meteen je voor je. Ik snap niks, want ik ben een trekker voor een wetenschappelijk bureau. Ik doe een hoofdbestuur, maar natuurlijk. Amang, ik vaak aan mij. En. Mina dubbele agenda. Mina dubbele meteen aan mijn tijd voor je. Nog een leuk partij. Maar ik ze weer doen. Maar op een gegeven moment, jong. Want ze zijn een partij, ik schrijf aan mijn briefje. Samsa. Want gewoon, want. Is altijd djugo die in een partij. Is in een vereniging. Overal djugo. Meteen aan mijn schrijf aan mijn briefje. Met dat hier een voorzitter. Die want djugo die in een kardemang. Weet je, hoor en weder, hoor, dat kan niet, man. Maar goed, allemaal nog dwing, militatorie zo. Tot plotseling, vorige week nog, of een week geleden. Mire, allemaal qua ABOP. Ik heb niks met ABOP, hoor, want of qua VAP, ik zou ook zo reageren. Want op een gegeven moment, die meteen apart, hè. Allemaal dat hier, Jonko haar wetenschappelijk bureau, allemaal dat nou miwani bij de onderhandelingen. Dus mi gwa, naar onderhandelingsteam. Ik was erbij. Mijn heren van de maand, we gaan met de NDP samenwerken. En dan, vorige week plotseling, mijn heren tak, amalus NDP, amangwa abob. En binnen 3-4 dagen. Dus al die tijd, had die man een dubbele agenda. Maar heeft hij aan jullie gezegd, want dat zegt hij, dat de gesprekken stroef verliepen met NDP en dat Simon ze maar op de in de wachtkamer had geplaatst, man. Nee, het is niet waar. Want hij zegt, na de transformatie van Abrahams naar Simons, Amandaki, ik heb de partij de ruimte gegeven, want het is een intern ding. Simons heeft overgenomen. We zijn één keer geweest voor een kennismaking. En klopt, we zijn erbij. Dus daarom is hij hard met Amandakasani. Maar daarna zegt hij, heeft hij niks van Simons meer gehoord. Dus uiteindelijk zegt hij, time waits for no one. Maar jij. De verkiezingen zijn volgend jaar. Nu als een familie biedt dom. Ik kan niet op Simons blijven wachten, zegt hij. Nooit allemaal communiceert over haar appies dat hij. Maar, look on. Misschien kan ik aanvullen. Ja, veel. Dat moet ik mijn archief bepaalde interview aan de station Vito. En if ik dat 2 jaar lang geweest is voorzitter Boudersen. Ik dat bijna 1 jaar lang geweest waarnemend voorzitter Abrahams. Dan mevrouw Jenny de gekozen, maar 1 maand, 2 maanden, 3 maanden. Ja, maar na één zeg je dus, zijn we 1 jaar voor de verkiezingen. Ja, maar ik ga door. Je moet zeggen, look, soms te wat overschat van situatie. Dan look, aan het tak dat je gewoon een wachtkamer situatie of van de karing. Maar if you have one dusdanige band en je teken een convenant bij kader vier roko, dat je kar een vergadering komt. Dat je uit je misnoegen over dat je NDP die mannen laten niks horen. Soopsa. Wat nu? Want laat me dit ervan zeggen. In Lalaroek, een gebouw Lalaroek, een bestuur kiest mandaat voor alle de structuren voor onderhandel.
naar de NDP. En tik besluit. Tot daar. En if je teken een convenant naar Ringweg, wij waren er ook bij. En je ziet dat Kasanego stroef bakadati vanwege interne verkiezingen bij de NDP. Elk goed gecoördineerde, zelfrespecterende organisatie gaat dan de structuren bij elkaar roepen. Ik kan maar zo met een convocatie. Ik kan maar zo met de notulen. Ik zeg dat dat wel gebeurt. Gebeurt. Ja, maar dat per wie? Waar? Wat? Wanneer? Notulen op de next. Wanneer? Nee toch? Wie is uitgenodigd? Wie is uitgenodigd? Waar zijn de, waar, ja. De presentielijsten? Want, Lem, look nou. Dadelijk neem ik me op het jaar. Dan ga ik aan de moestra, dan is don, dat ben ik 50 sma. Dan maak ik een foto, dan zijn konji. Dan moet ik van, hey luister, look hoe. Lem nou een structurenvergadering. Maar eigenlijk afhoefde sma. Nou, ik heb nog een band naar mij. Dus, in 25 maanden, de voorzitter praat over 25 mensen die ja hebben gezegd. Hoe bestuur nee, bestaat uit 25 maanden. Dus dat is alvast, laat me dat gedeelte ontzenuwen van Luko luister, als dat niet klopt. En inderdaad, ik kan kaar smaken. Maar ik kan de juiste smaken of ik heb besluit voor die mandaat. Dus dat is het verschil. Toch? Want, die actiemandaat, wil ik bestuur, uw kiesmandaat voor onderhandel, uw teken een convenant. Dat is een negoboom. Dat voorziet beëindigen een convenant, een relatie. Nee, actiemandaat bakken toch? Zo werkt dat toch? En, if je kies een mandaat, volgens je kies een mandaat, dan zijn de man van adviesraad, wetenschappelijk bureau, en om een trapsmassang de in structuur ondervoorzitter, dan gaat het trouwens nog eens een convocatie. Paar convocatie de, paar presentielijst de, pede notulen de, suman aan de mansandrape, zang je mandaat. Dan, voor gewoon een verbintenis aan een tra politieke organisatie, dan heb je toch weer mandaat nodig. Dus ik schrijf een briefje, pats boom, baka 3D. Ik dacht het wrong. Dus. Oké. Intussen hebben jullie het vertrouwen in Naïn opgezegd. Ja. Ja, toch? Jullie hebben hem niet afgezet. Nee. Vertrouwen. Nee, we hebben hem niet afgezet. Hij mag voorzitter blijven. Mm-hmm. Na 2025, toe de verkiezingen, ook daarna. De heer Wienaïn is de voorzitter van de PDO. Maar jullie zijn dus de leden? Wij zijn de vertegenwoordigers van de ontevreden leden. Ja. En we hebben morgen, we hebben een takkie naar de man. Dus jullie zijn nog in de partij? Formeel zijn we nog in de partij. Ja, en jullie blijven in de partij? Dat is de vraag. Dat is een heel andere vraag. Ja, jullie hebben al daar nog niet over nagedacht? We hebben erover nagedacht. Jullie komen met de eigen partij? Nee. Daar hebben we de tijd niet voor, we hebben de energie niet voor, we hebben geen geld voor. Jullie blijven in PDO? We zijn op dit moment PDO'ers. Mm-hmm. Zij mogen anders vertalen, verklaren. Mm-hmm. Dat is hun versie. We zijn in de partij. En de dag van morgen is ons niet beloofd. Is ook niet voorzien. We weten niet. Sotse a munt e fadong en fai fadong. Maar in elk geval. Laat me toch gelijk vermelden dat belangrijk is. Dat a principe voor geloofwaardigheid. Want sade uteka stap, misschien is dat aboom voor sabi. Ik zat thuis en ik word gebeld door meneer Kenswil. En na meneer Kenswil, die meluku a persconferentie voor samenwerking met ABOP. Daarom mijn app om mijn telefoon te komen. Dus we worden allemaal over één kam gescheerd. Tak jongen, jullie zijn naar de ABOP. Hey, gefeliciteerd, je bent ABOP'er. Kijk, ik heb niks tegen de ABOP. ABOP, perfect. Sterke partij, eigen aanhang, prima. Maar, het zou toch wat zijn, Lim. Tak anno 2024, want voorzitter, zang. Nou man begrijp het, dat een man kan besluit
voor eindig van relatie bij je mandaat. Bij je nou mandaat en begin van relatie bij je nou mandaat. De partij is toch je eigendom van één persoon. En de statuten, het reglement, dit duidelijk dat je zwaarwichtige besluiten, ja, like this, moet je naar CPR, naar Centrale Politieke Raad, moest ik een besluit dat we kardeman komen. Dat was het congres. Een congres, ja, moest ik een besluit van luister, als een negang aan NDP, als een negang aan NDP, dus we stoppen bij een relatie. Dus we gaan onderhandelen aan een wantrouwen. Maar onderhandeling bevoer ik ba. Ja, ja. Want baka 3D. Dan, de maas data vraag ba. En dat is een goed recht. Maar het geeft hem niet het recht om over mij in elk geval als persoon en de mensen die mij ondersteunen. En daarom zijn we bij elkaar gekomen en we zeggen van luister jongens, we hebben ons teruggetrokken. We hebben gekeken en we dachten van weet je wat, we gaan een persbericht moeten lanceren. En we hebben dat gedaan en gezegd van luister, er is geen geloof meer. En we hebben toen het vertrouwen in hem opgezegd. Hij mag voorzitter blijven tot 2025. En dan gaan, krijgt hij een tegenkandidaat. Wil u dan de verkiezingen toe? Ja. DNA-verkiezingen of? Nee. Hij mag voorzitter blijven tot 2025. Dus ik ga ervan uit dat er dan verkiezingen moeten worden gehouden in de partij. Nee, hij is gekozen tot 2028. Oh, hij blijft tot 2028. En we wensen hem alle succes toe tot 2028. Maar hij mag voorzitter blijven tot 2025? Nou, de verkiezingen toch? Ja. En kijk, we hebben een politiek systeem in Suriname dat, willen of niet, straks zal blijken 2025, of die overstap, of die samenwerking, of het wel waard was. Want nu zit je met een probleem, toch? Je zegt gewoon partner op, je jump ook aan een partner. En we wensen hem alle succes toe naar 2025. En dat is een systeem, meneer Leembo. Een systeem, dus die lees dat bericht. Want de man, de achterban, en dat meneer Kenzo, zij doet. Wie dat, jongen, Samsa? Ja, maar dat is zo. Wie dat, nou, binnen staat niks. En dat tja me in verwarring. En daarom, ik neem de voorzitter kwalijk dat dat was aan dat hij. Want ik had goed contact met hem. Sa abanga man is minusabi. Maar mama had goed contact. Dan maar sla me over. Kan hij hem schrijven een briefje gaan, een kritische brief. Maar minusabi. Dus, dan gaan nou mensen doen met dat jongen. Sami doe een voorzitter aan maar sla me over. Want ik was ook bij de onderhandelingen. Dus voor alle duidelijkheid, jullie zijn nog PDO'ers. Maar accepteren jullie de manse leiderschap? Ik niet. Nee toch? Okay. Nee toch? Nee, helemaal niet. Toch? Is onkant toch? Je bent... Maar je erkent hem wel nog als voorzitter? Nee, kijk. Want je zei we hebben een persbericht door uitgaan en we hebben daar duidelijk gezegd dat het klimaat om samen te werken, ja, aan de demoro. Dus we, ja, zeggen het vertrouwen in hem op. Maar natuurlijk, wie A zegt, moet B zeggen. Ja. Ja toch? Dus dat wil zeggen, we hebben ook duidelijk aangegeven, we zijn in beraad. Dus als er morgen een besluit wordt genomen, of in deze dag een besluit wordt genomen, want we gaan niet praten over hoeveel mensen we achter we hebben of dit aan dat jaar. Hè. We hebben geen 11.000, we hebben geen 40.000 mensen achter ons. Wat we hebben, zijn mensen die goed bij hun verstand zijn. Lekvayetak en Lim. De man abouan staan tussen de jesi. En de man kan denken. En de man denken. En de man taki. Dit is onkan. Maar jullie like young boy. Fris denkend. Waarom heeft Ejum niet eens, is hij niet eens een auto gestapt. Dan maar regen na Umwaldi. Dan maar tak. Verkaraman. Fori. Want hij woont ook net hier toch? Ja. Thuis. Waarvan het partijcentrum, welke hier achter Lim staat, woont meneer Waldi zelf ook een straat verderop. In Regonama, Osrei, Tayama, Tak, Fori, Kutaki. Dat hebben we verschillende keren gedaan. We hebben verschillende keren. En dan om je wire. Maar is dit niet het,
het juiste moment, het moment om de voorkoming van verdere verwijdering. Dus, want je kan niet blij zijn toch als je hebt helpen bouwen aan dat ding. Je hebt de structuren helpen bedenken. Dan neem ik aan, je wil niet vervreemden van die organisatie. Indien er een mogelijkheid is om nog in die tent te blijven, of corrigeer me. Nou, eerste brief is die van me. Ik heb maar moe de tijd om te reageren. Amma no reageer. Dus dat want ik Amma heeft ons overgeslagen. Amma tak in strijd verleden. Amma misem of heeft ons buitenspel gezet. Amma tak. Ja toch, ik betrap amma toch. Amma tak asal mi arki betrap ons buitenspel. Dus soort waarde. Ik bedoel. Angana asal is ipsa amma go na overstap. Soort waarde heeft het nou tak go na amma. Go tak amma. Bedoel, asal. En de vertrouwenscrisis is kapot. Maar hebben jullie zelf ook geen andere agenda? No. Geen dubbele agenda. Niet alvast dit jaar. No. En de mas heeft zomaar naar mijn kennis wel. Met hem altijd met hem te maken. Ik heb geen dubbele agenda. Alla net in mijn schrijven, beschrijven, boom. Noa man, te wa man met mijn straat en met mijn kennis of zo. De mas heeft zomaar naar mij. Voorus mas heeft zomaar naar mij. Mijn dubbele agenda. Mijn woord is een woord. Maar zijn jullie nog in gesprek met NDP? Ja. Ja. Oké, okay, wij hebben. Maar heb je Anjum aan mevrouw Simons gezegd van. Mevrouw Simons, kijk wat gebeurd is. Je hebt voorzitter in te lang op de wachtlijst laten staan. Nee, dat hebben we niet. We hebben een brief geschreven naar mevrouw Simons. En we hebben gevraagd. Een bespreking om de ontstaande situatie te bespreken. En ik denk dat politiek Suriname intussen al heeft begrepen dat wij... we praten niet over de samenwerking die de PDO is aangaan met de ABOP. Maar we praten over de wijze hoe dat is gegaan. En dat keuren wij ten strengste af. We keuren dat af. En wat vragen jullie aan Simons? Dat ze ons, dat we hebben gevraagd naar een bespreking, actie van bespreking, maar ook takje over een ontstaande situatie. Want is dat zo dan, Lim? Die, meneer voorzitter, dat kwam niet alleen de verkiezing in. Luku, if na wama in een partij toen, die we tak over een hervorming en vernieuwing, zou we tak over alleen de verkiezing ingaan, dan aan mij, aan haar voorzitter. Want eens heeft hij verklaard, Bautist, nu zegt hij Che Guevara, en de andere keer is er weer iets. Dus, laat me dat verduidelijken. If Wamang en PDO, en als ze eerlijk willen zijn, laat ze dat beamen of ontkennen. Sabetaki, PDO alleen de verkiezing in. En we gaan onze kracht doen. We moeten werken aan onze meerwaarde. Aan onze klapperwaarde, om het zo uit te drukken. Om die bekendheid te geven, om mensen aan te trekken. En we gaan, we hebben, meneer Kens, u kunt er van mee praten. We hebben gewerkt aan speerpunten. Ja. En utak PDO, om de eerlijk naar Amakandra. Uno door al level het heeft tak over gas en oil. Uno door al level het. Dus if we koppelen aan een partij. Liba chapter dat gide man dat de wegoleri. Maar we tak over productie, agrarische sector. Onderwijs. Onderwijs. Veiligheid. Ondernemerschap, veiligheid. Ja. Want alle den kader dat die. Hoe ab en also. Dus praten, minosabi, ik denk het niet. We gaan nog uitkomen hoe dit beraad het. Dat is één. En twee, wat belangrijk zijn ook toe. Ik denk dat we moeten de eerlijk naar Makandra en we moeten bepaalde principes en karakter hoog houden in de politiek Sani, want zulke handelingen maakt dat is mijn vrede heeft ik verantwoord toe, want de generatie moest ik, maar toch ja oké ik heb een groot deel kunnen volgen, laat me even kijken hoor. Dat
Er zijn vele reacties. Maar goed, het vervolg ziet er. Hoe zit het vervolg? We gaan. We zijn. Misschien kunt u daarop. Ja, we zijn wat hij net zei, Odeen Baraat. Dus natuurlijk, wat hij zei, wie als hij moet ook bezig. Dus Tamara, we moeten bij inkomsten begaan. En dat wil ik ook zeggen. Maar wij gaan natuurlijk. Overeenkomst, afspraak van elkaar en NDP, dat willen wij zo behouden. Ja. Maar hebben jullie achterban? Natuurlijk, Wabi. Kijk, uno gun was aan, uno play. Dat kan ik dranga. Nou, het is opkomen. Ade opkomen. Ade opkomen. Want wat als na in, want hij heeft me uitgenodigd. Tiede bakan, dan zei Wabi, ik zie me even mimo's. If me moest, if me kong, zo hier zou ze aan Njanji zeggen. Maar, wat als na in kracht toont zondag? Dat mag. We wensen hem. We wensen hem heel veel succes toe. Maar de duidelijk blijkt van de partij is nog in stand en zijn leiderschap is gebetoneerd. Nou, prima. Heel veel succes. Dat heeft hij in elk geval wat mensen achter zich. Maar uiteindelijk gaan jullie dan wel in die partij moeten treden. Er komt een moment dat jullie, je kan niet, je bent er in die partij of je bent niet in die partij. Misschien zijn we al... Kan je maar poerukba of kan je maar rooie roezonde. Ja. Dat mag. Ik bedoel, we leven toch in een... Je gaat het niet aanvechten als dat gebeurt? We moeten kijken of het wel zin heeft. Oké. Okay. We moeten kijken of het zin heeft. Je wil zelf ook weg uit die partij? Ik denk dat ik nu persoonlijk, als ik kijk naar hoe zaken zijn verlopen, dat ik het bij de PDO voor gezien houd. Dan ga je naar RDP? Hangt af van de gesprekken die we voeren. En met de NDP. En als mocht blijken dat wij daar een meerwaarde kunnen betekenen, zeg maar, voor de NDP. Kijk, we hebben nu een heel ander kiesstelsel, toch? Hoeveel 200 man, 300 man. Toch? Mensen moeten niet bluffen. En we gaan een ondersteunende factor. En wie weet, Asangro. En we zijn... goed om bij te dragen aan het behalen van verkiezingswinst. Dus het kan alle kanten op. Ja. Abong, daar heb ik jullie ook gehoord, no? Laat me even kijken als ik een paar reacties krijg op de app. We hebben beide partijen evenveel ruimte gegeven, meneer. Volgens mij heeft meneer Naen zelfs langer gesproken. Ja toch, want dan man daagt me uit. Ja, hij heeft inderdaad... Hij heeft me uitgedaagd. En jullie moeten durven om die partij over te doen. Ja, ter verduidelijking. Hoe want ik partij Abra? En if I tak over uitdaging. Ik denk dat hij zelf even voor de spiegel moet gaan staan en zeggen van... Laat hij zichzelf uitdagen. En zeggen van luister, het is tijd dat een andere generatie moet overnemen... Omdat wat ik onderschrijf met verduidelijk zang Kenswil Taki. We hebben heel goede mensen ontmoet. We hebben vrienden gemaakt. En we kunnen niet iedereen over één kam scheren. Dus ik wens hem heel veel succes toe. Ja. Oké, ik moet een paar dingen ook weer lezen, no? Middag alleen meneer Naen staat achter de schutting. Echt niet hoor. Hoe zou ik dat weten? Kijk waar ik zit. Dan moet ik even gaan kijken. Limbo over dat van de rijbewijzen. Dat kan ik dat later lezen. Limburg 1. Als het waar is wat Brunswijk zegt, Miguel. Die dingen ga ik later lezen. Ik wil even blijven bij PDO. De politieke keuken met een politieke keuken met principe en karakter. 100.000% wauw.
top meneer Njum. Oh, dan moet ik inderdaad condoleren de nabestaanden van meneer Pablo Nahar. Oh. Grote ziel is dat. Grote ziel die dus is overleden. Sterkte. Goedemiddag, de politiek is in opmars. Dus reorganiseren, terrein winnen, tegenstanders uitschakelen en overwinnen. Dat is nu voor de politiek aan de orde. Als jullie willen reageren, kunnen jullie inkomen hoor. Dat van Pocky ga ik ook even niet lezen. Middag, zolang de Surinamers zich dom laten houden, dan gaan ze zo blijven. Zullen oliesheiks in Suriname ontstaan. Oké. Want dit zijn alleen maar Pocky-achtige berichten. Pocky-achtige. Dag Lim, 4 jaar lang niks gehoord over deze gasten. De patsboom kruipen ze uit hun schulp. Mirat Nobowo tik ding in mijn partij, gewoon gelukzoekers. Ditzelfde gedrag vertoont de voorzitter van ABOP. Hij neemt zelf zijn besluit, ondertekent samenwerking zonder dat hij dat zijn leden iets weten. Dus ik begrijp die heren daar in de studio bij jou. Mamigado. Migado Lim, wat betekent PDO en wanneer zijn ze opgericht? Hij was dat PDO ook wel weer voor. Partij voor Democratie en Ontwikkeling. De partij is ergens 12 jaar terug, opgericht. Ik word al moe van alle politici. Ze zeggen dat ze een bijdrage willen leveren aan land en volk. Als ze eenmaal aanzitten, zijn ze rijk geworden en het volk armer. 7 zit Sommo hier achter. Nee, absoluut niet. Sommo. Absoluut niet. Even hoor. Check de apps. Nee. Dat was break up, no? Ik ben blij dat jullie uiteindelijk toch... een mooie quote. Een keuken met karakter. Een keuken met principe. Beter dan een kakelende keuken. Dan een hand van 50 jaar zonder principe. Dag Lim, er is duidelijk een groot niveauverschil tussen de twee heren en meneer Nain. De twee heren stoppen Nain in hun zak. Ze zijn 12 jaar geleden opgericht. Dus ze hebben al 2 keer verloren. Hebben ze dan bestaansrecht? Nou, we zijn er niet zo lang hoor. Ik bedoel, we zijn er ook pas. Ja. Oké. What is the next thing op jullie agenda? We zijn in beraad. Ja. En we gaan heel spoedig uitkomen met welke richting we opgaan. Maar welke soort... meest mogelijke richting zijn. Opgaan in een bestaande partij of een nieuwe partij opzetten? Nee, ik denk dat optie B helemaal niet ter sprake is. Een nieuwe partij opzetten? Sranalai partij, ik ba. We hebben daar de behoefte niet aan. We zijn ook niet daarvoor. Wat we willen... Laat me toch verduidelijken dat... uno de eens nange afasifa a oerpolitiek of den politici denk dat je kan tek besluit gitrawang zomaar. Dus if dat no be fem presi da ala den tra san sabe play na san sa ukans don takito. Maar uno kan tek wan besluit da word ik gebombardeerd met berichten van what about een nieuwe samenwerking en hoe en wat, dat heb je ons niet gezegd. Je hebt ons in de maling genomen, dan gaat de soort stand dat hij, want minaf nikeri. Ik zou mijn app mikis mopa nikeri. Voor de smatak zijn niet. Want misschien moet ik het gelijk erbij zeggen hoor. Want de trafzaan zou betak ook toe. Want een benadering bij de PDO, is dat PDO ontstaan vanuit ontevreden PL-lieden. Toch? Dus op basis van PDO, en komt dat toch voorzichtig. PD,
de yang panisi. Ya to? Wang de san sau taki, tak ina proses fu herforming nanga vernieuwing, sorgu taka partij tron wang multi-ethnische partij. En het is ons wel gelukt. Dus wacht even, PDO is ontstaan uit PL. Ontevreden leden van de PL hebben PDO opgericht. En HVB, is het in dezelfde periode of na jullie? Nee, ik denk dat HVB na de PDO is ontstaan. Ook uit onvrede binnen de PL. Ja, oké. Ja. Dus, en het is ons gelukt. Dus de PL is 2 keer gesplitst? Ik denk van wel, ja. Ja, PL is 2 keer gesplitst. En de PL zelf komt uit de Pendawalima? Van de Pendawalima. Pendawalima. Ja, en de Pendawalima zelf komt uit de KTPI? Uit de KTPI. Ja, zoals dat, ja. Ai boy. Onvoorstelbaar, ja. Ja, maar als wat einde moest komen aan de politieke leiders, ja, en dan moet ik aan voortouw, ja, voor soort de traman, toe te kluis, als dat negocio, ja, want apartheid aan je bezit. Ja. Je moet ook, de nieuwe man zei kong, je moet ook naar ze luisteren. Want de jongwang zei kong, de man trafasie, maar is dan 50 jaar, 60 jaar, nog kan. Eigenlijk wat wet moest kong, dat je voor actief mee aan politiek, we moesten zich gebonden aan een leeftijd. Want soms, ja, wat nee, geen denk je dat je, de man dat ouderdom, naar een wijsheid en wat kan hand in hand. Maar a realiteit soms is soort dat je, als dat niet true. Je ziet dat je, als dat niet werkt altijd. En vooral in ding, nou een zwaarwichtig besluit toch. En in de kang, mij dan ga mij boem verstaan. Dat chami, chami go tek wan besluit gimi. Ik ben een aanslag op je intelligentie. Aan mij pleeg wan aanslag tap op je intelligentie. Sam, abi. Aan de kant toch. Aan de kant toch. En bijna me wan verduidelijk wat wan san jere. A voorzitter verklaar wan san ja. Want amataka sang go na gemeenschap. Taki ik na later ab kom bij in ab bespreken toch. Nanga abop. Aan de truere. Als dat niet troelem. Dus wacht je moet piep. En dan moet tegen. Tap soort datum. Want kan dit zonde aan mijn roeier. Maar dan mag dat morgen toch. Tap dinsdag 30 juli. Aan mijn voorzitter van CPR. Aan penningminister. Dan gaan we lid van CPR. Aan centrale politieke raad. Namen ofzo. En drape agide ma wan verslag taki aman voeren wan persoonlijk gesprek naar Brunswijk over opties. Frida feng ube abu wan evaluatie meeting naar secretariat voor 2 augustus. A penningminister jou drape wan kom taki so a mededeling dati. Taki fori etakanga abop. En mi met de wang sabe taki. Dat is principeloos. Je kan dit nu een huwelijk. Je hebt een convenant. Je hebt een afspraak, een samenwerking. Die is bezig en onderhandelt naar tracé. Je bent vis nog vlees. En je stelt een vraag verleden. En hij versterkt het denken. Zang en waka in een gemeenschap voor een kiezersvolk. Dat je een Javaans leiderschap in een politiek. De politici van Javaanse afkomst. En ik moet twijfelen. Een overloopgedrag. Het moet ophouden. En daarom moet ik aan voortouw voor tak van luister. En heeft Tamara. U stop. U aksa gesprek naar de NDP en de WIV en takie luister jongens, nee, het kan niet. U na PDO, blijf jullie weg of lang. Adieu, succes, bedankt. Maar omdat u sabi, zou abi, zou de in staat. Daarom u tak van luister. U ango arki, formeel, voor NDP. Sa NDP apfutaki, want wij zijn de vertegenwoordigers van de ontevreden PDO'ers. En ik mag u wel één ding zeggen hoor. De massa de loon toe zo. Maar ergens
mag je dat dan wel? Breng je NDP niet in, in een probleem? No. Ik ga een gesprek. Wij hebben een. Althans, dat zo'n probleem zijn als. Ja, de PDO is eruit gestapt, dus. Juist. Eigenlijk is die stoel. Die stoel is leeg. If PDO bedienen samenwerking eten en ja, mij ja. Gof via zeg maar een andere deur. Ja, dat, voor ik bespreek, mijn voorzitter. Maar, ano doen nu in borst toch? Hoe nou wat karakter dat hij toch? Hoe nou wat karakter dat hij? Dus, zo zitten we niet in elkaar. En met ons, zoveel. Maar, baka abberaad abbesluit tikkie dat we, hoor Luku. Oké, mooi gesprek. Altijd mooi wanneer je, als dat mooi altijd de Isha Aladdin toepartij kwam aan het woord. Dat hebben wij van Lim FM gedaan. PDO, onze buren bij Ucha, meneer Na Inkom, uitgebreid was hij. En nu ook de tegenpartij. Gisteren kreeg ik een app van een dame die zei, ik ben namens de familie Enjoum. Ik ben ook een Enjoum en ik vind dat je het moet corrigeren, want de naam is door het slijk gehaald. Ik zei mevrouw, helaas, het is de naam is genoemd. Maar morgen komt er een Enjoum reeds in de studio, dus ik weet niet wie die mevrouw van u ik, is. Blijkbaar een familielid of misschien zo. Misschien, kan. Maar die naam is niet echt, het is een grote familie, no? Enjoum. Het is een heel grote familie. Ja, no? Ja, Komowene en Enikeri. Ja, ja. Maar Enjoum, nogmaals jouw achtergrond, want ik ken je als eerste lezer die we meeten. Was de man bij Kula, toch? Juist. Dat na eerste lezer, maar... ik ben geboren getogen Nigeriaan, mijn grootrapekong en Mikafoto. Ja. A gezin libitja Mikafoto. En inderdaad bij Kula, die de misstanden bij de. Ja, ja. En, dus 1996, dus 1997. Ja, klopt. Actueel en informatief. Actueel, dat programma die er was. Actueel en informatief toen met meneer Borge Brieveld. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Dus, ik denk dat we inderdaad alle ruimte hebben gehad. Bedankt. Lim. Bedankt kijkers, luisteraars. Maar ik wil toch iets aan toevoegen. Dat voor ons, we hebben dat ook besproken, dat als het gaat om de ontstaande situatie bij de PDO, dat dit ons... laatste interview is dat te maken heeft met gehaal getrek Johari Yotrusu. Er zijn andere dingen om te doen. Ik ga liever 10 cassavestekjes in de grond stoppen dan me bezighouden met een voorzitter die niet kan begrijpen wat vernieuwingen en hervormingen inhouden. Goed, heren, dankjewel. En veel succes met jullie strijd.